Nick van Horsen en Tijn van Loveren, leerlingen van het Mondiaal College in Nijmegen, hebben vrijdagmiddag 2000 euro opgehaald voor Kika, de stichting die geld inzamelt voor de behandeling van kinderen met kanker. De school zet zich gedurende het hele jaar in voor dit goede doel met de actie Kaal voor Kanker. Vrijdagmiddag was de aftrap van deze actie tijdens een bijeenkomst van het ondernemerscafé Beuningen. Ik zit op het Mondiaal College in Nijmegen. Wij hebben de actie Kaal voor Kanker. Er gaan 116 kinderen kaal geschoren worden voor Kika en daar gaan we geld voor ophalen. Omdat Kika een goed doel is met kinderen die kanker hebben. En ik wil gewoon dat kinderen eenzelfde jeugd hebben als ik. Mijn opa die is eraan overleden en kennissen. Mijn oom is een maand geleden aan kanker overleden. En mijn opa heeft kanker. En dat dwingt mij toch eigenlijk wel om mee te doen om geld op te halen voor deze verschrikkelijke ziekte. Ja, ik denk het wel. Dat toch familie eraan overleden is, dat het dan toch motiveert. Fantastisch mooie actie. Het ondernemerscafé Beuningen heeft de actie Kaal van Kanker van het Mondiaal College in Nijmegen geadopteerd. De businessclub hier heeft besloten om twee jongens het podium te geven en de kansen te geven om hier geld op te halen ten behoeve van het goede doel Kika. Ik heb een presentatie gegeven over Kika, kinderen kankervrij. En de bedoeling daarvan is om zoveel mogelijk geld op te halen voor dat goede doel. Ja, Kaal voor Kanker. Het woord zegt het al, of de regel zegt het al. Er zijn inmiddels 116 jongens die zich hebben aangemeld om hun hoofd kaal te laten scheren. Ik weet niet of het er inmiddels al meer zijn. En al bijna 100 meiden, die wil ik ook echt benoemen, die gaan een Mariekenloop doen. Dat wordt wel eens even vergeten, maar dat is ook een hele prestatie. Zoveel kinderen die bij elkaar dit goede doel een warm hart toedragen. Ja, grandioos. Het doelbedrag is 25.000 euro. En ja, we gaan natuurlijk voor om dat ruimschoots te overtreffen. Dat zou grandioos zijn. 30 mei op het Mondiaal College in Nijmegen, dan gaan al deze kinderen kaal. En op 27 of 28 mei, de datum ontgaat mij even, is de Mariekenloop. Ik dacht 27 mei. Dus in een tijdsbestek van 3 dagen zijn deze evenementen worden die afgewerkt. En 30 mei is het Kaal voor Kanker. Een grote happening op het Mondiaal College in Nijmegen. Ja, ik zou zeggen, als je sponsor bent, dan moet je wel worden. Dan mag je ook langskomen.